Flevoland Zomertour. Waar hangt hij nou weer uit? Ja, op een fiets ook. Ja, ik weet het niet. De vakantieman is op pad. Rob Brouwer, dag Rob. Waar ben je? Hallo. Hallo hier. De Voorst. Vlakbij Krachenburg. En ik zit hier op de fiets samen met burgemeester Piet van de Voorst. Ja, we proberen snelheid te krijgen. Maar we zijn bang dat we de cameraman zo overrijden. Hey, het lukt allemaal, Piet. Ja, het gaat zeker goed, joh. Je hebt een handdoek in je hand. Wat is daar de bedoeling van? Nou, het heeft net een klein beetje geregend. We gaan zo even kano varen. En dan maak ik die boot even netjes droog voor jou. Oh, wat aardig allemaal van je. Goed, waar met deze fietsen? Ik zag er net een stuk of 300 staan voor het gebouwtje. Ja, je kan goed overdrijven, ja, want er staan er maar 200. Ah, okay. Maar dat zijn er best veel ook. Dat zijn allemaal mensen die bij ons op het park logeren en een fiets gehuurd hebben via Wildenburg. En wij zorgen voor de uitgifte van de fietsen. En even voor de duidelijkheid, Wildenburg, dat is het festival, dat vanaf vrijdag plaatsvindt. Ja, dat is dat festival, ja. Ja, die krijgen allemaal logees. Wij krijgen heel veel logees hier op het park, ja. Dat klopt. Zullen we eventjes van de fiets afstappen? Ja. Zo. Twee van de vele fietsen. Nou, ze fietsen hartstikke lekker. En Piet, we staan hier aan een vaart. Welke vaart is dit? Dit is de Zwolse vaart. En dat is de verbinding tussen Marknesse en Vollenhoven. Oké, dus als we naar links varen dan... Dan gaan we naar Marknesse en rechts gaan we richting Vollenhoven. En waar gaan we naartoe varen? Nou, dat maakt eigenlijk niet uit. Toch? Nou, we staan hier dus aan de rand van de vaart. En we lopen via een glibberig trappetje lopen we. Naar beneden. Loop jij hier vaak? Ik loop hier met enige regelmaat om mensen te helpen het water in, zeg maar. Met de kano's in. Oh, niet het water in, hè? De kano in. De kano in en daarna duwen we ze af. Oké. Okay. Zal ik... hoe gaan we dat doen? Ik ga jou helpen, zodat jij veilig instapt. Ja. En dan daarna stap ik in en dan gaan we een heel rondje varen. Ja. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Het is een gele kano. Eigenlijk is het een Canadese kajak is het eigenlijk. Canadese kajak. En ik moet hier nu ingaan. Ja, en dan even door de knieën zakken. En dan meteen gaan zitten. Ik zit. Ik heb nog steeds verbinding. Oh jongens, spannend. Ik heb ooit een kajakvakantie gedaan in Frankrijk. Daar heb ik nu nog steeds... spijt van, want af en toe kwam er een stroomversnelling en dan ging mijn hart nogal tekeer. Ja, dat doen ze maar gelukkig hebben we hier geen stroomversnellingen, hè? Nee hoor, het water is vrij rustig. De enige wat je krijgt is af en toe wat van de bootjes die hier langs varen, dat die zorgen dat het water een beetje klotst. Maar waarom? Waarom heb je? Oké. Waarom heb je die kano's hier? Nou, die kano's die hebben we gewoon voor de mensen om die te huren. Zodat ze lekker kunnen genieten van de rust op het water. En dus ik kan gewoon het water op, ik hoef geen vaarbewijs te hebben? Nee, dat heb jij niet nodig. Nee? Nee, we leggen het gewoon even uit aan jou. En dan heb jij er geen vaarbewijs nodig. Oké, nou even snel een rondje. Ik zie trouwens ook wat mensen op het water op dit ogenblik. Het is rustig. Wat komt hier allemaal voorbij eigenlijk? Er komt hier pleziervaart voorbij. Maar ook af en toe een binnenvaartschip. Dat kan, want het water is hier erg diep in het midden. En heel veel van dit soort jonge lui met leuke rubberboten, Zodiac zeten ze volgens mij, met een buitenboordmotortje. En volgens mij komt het net, dat is leuk. Misschien kunnen we daar even wat aan vragen aan die jongens. Even kijken, er komen twee jongens aan. Zullen we even weer naar de kant gaan? Ja, ik ga rustig achteruit even. Oké, je hebt er wel echt heel veel ervaring mee. Ik weet wel hoe het werkt, ja. Geef je ook les? Nou, instructie, ja. Wordt die nou ook gezwommen in de vaart? Jazeker. Dat kan heel goed. Er liggen allemaal surfplanken hier. Dat heb je er wel zien liggen. Ja. En jongelui die pakken die planken en die gaan een beetje stand-up peddelen. En die gaan lekker met die surfplanken lekker spelen. Okay. Spelen in het water. Jongens, kom je even hier? Dan gaan we even naar de kant. Want ik wil even weten wie dit zijn. Want het zijn ook campinggasten van jou. Hè? Campinggasten, ja. Dit zijn vier vrienden die bij ons die zijn met de trekker gekomen. Met de caravan. Ja. Vanuit Tollebeek. En die logeren een aantal dagen bij ons. En even gaan we naar de kant toe. Richting onze cameraman, zodat we het allemaal goed kunnen zien. Dat zwemmen hier, is dat niet gevaarlijk? Nee hoor, of gevaarlijk. Je moet natuurlijk wel diploma's hebben. Ja. En het water zelf is hartstikke schoon. Want ik zeg, onze oude burgemeester van Emmeloord, die van de Noordoostpolder, die zwom ook altijd in een vaart. En die gebruik ik nog steeds als voorbeeld. Oké. Ja. Komen jullie? Nou,
Dan komen de twee jongens. Ze staan hier trouwens met de caravan. Het ziet er allemaal heel feestelijk uit. Komen er nou veel jongeren? Valt dat om? Onze camping is vooral gericht op gezinnen met jonge kinderen. Opa's en oma's met hun kleinkinderen. Echt een familiecamping. Maar door dit soort activiteiten hopen wij ook gewoon jongens van deze leeftijd hier naartoe te krijgen. Want het is hier gewoon prachtig. Heren, kom even wat dichterbij, want zo kan ik niet bij jullie komen. Eventjes aanmeren. Ja, daar komt hij. Een rubberboot. Goedemorgen, wie ben jij? Goedemorgen, ik ben Jorik. Jorik, welkom. Ja, hallo. Hoe lang staan jullie hier op de camping? We zijn hier vanaf dinsdag. Dinsdag waarom staan jullie hier? Nou, we wilden er even tussenuit na een schooljaar. Ja. Wat druk was. Ben je geslaagd? Ik ben wel geslaagd. Dus ik kan daar volgend jaar. En wie zit er nog meer in de boot? Hiernaast met mij is Daniel Aalvanger. Oké, ze drijven wat af. Ja, kom maar, dan hou ik het. Nou ja, goed. Heel veel plezier hier nog. Ja. Dag. We waren net op de fiets, Piet. Ja, ja. En ik zag hier heel veel eikenbomen. Heb je nog last gehad van de processie, Rup? Nee, nagenoeg niet. Een paar kleine nestjes zitten hier rond de camping. Maar daar hebben we eigenlijk geen last van gehad. Ja. Niet zoals in andere delen van Nederland. Gelukkig niet. En als het wel zo is, dan moet je ingrijpen. Ja. Vanochtend waren we hier even verderop. En toen waren we bij Herman, hè, de visser. Ja, maar toen regende het nog. Maar ik kan vertellen, Herman zit inmiddels lekker te vissen. En hopelijk dat hij weer heel veel vangt. Wat ga je vandaag verder nog doen, Piet? Nou ja, we gaan vandaag nog even... we krijgen heel veel mensen binnen al. De eerste gasten. We zijn een tent aan het opbouwen. Tipi-tenten. Daar hebben we het gisteren of eergisteren uitvoerig over gehad. En die worden nu allemaal gebouwd. En dat gaan we je morgen even laten zien allemaal hoe het geworden is. Hey, we hebben een droog pak gehouden, hè? Ja, natuurlijk. Gaat het ook wel eens mis? Had ik toch gezegd. Nee, het gaat eigenlijk nooit mis. Maar deze mis. Dit is stabiel. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga weer uitstappen, maar dat doen we eventjes buiten tijdens een muziekje. En dan ben ik morgen hier weer op het park. En dan gaan we allerlei dingen bekijken. We gaan naar de lodges. En dat ging ook weer nog meer doen. Die tipi-tenten gaan we kijken. En kijken hoe het dat inmiddels gaat daar. Want er zijn de eerste mensen gearriveerd, als het goed is. Oké, jongens. Vanaf de Voorst. Tot morgen. Ja, we hebben net een verzoekje ook binnengekregen. Iemand die belde op en die zegt van... ik vond het hartstikke leuk hoe Rob in die kano stapte. Maar ik wil heel erg graag zien hoe hij er ook uitstapt. Dus of je dat voor mevrouw Ebbing ook nog eventjes wil even doen. Als de luisteraar. Pik me dat toch even mee. Ja? Ja. Oké. Okay. Wacht, dan moet ik even mijn geluid pakken en dan ga ik uitstappen. Kan dat zo, Piet? Ja, maar ik hou hem even in. Ja, Ik wil je dingetje doen. Hartstikke goed, Rob. Het dingetje viel er dan. Dit is Flevoland, zomertour. Oh, mijn zender is uitgevallen, maar het is me dus gelukt, heren. Ik ben uitgestapt en ik ben nog droog.